Wat een reacties. Ja, van jullie allemaal. Ja, op dat filmpje over de groengoeroe uit Brussel. Ja, jullie hebben allemaal druk geschreven. Honderden. Allemaal. Jullie zijn zeer begaan. Met politiek. En dat doet me deugd, vrienden. Ja, want het is belangrijk. En dan lees ik bijvoorbeeld, er staat er, ja Harry, jij bent extreem rechts. Dat ben ik helemaal niet. Hoe kom je daar nou bij, extreem rechts? Ik zit gewoon in het midden en dan een beetje rechts. Ja, als dat rechts is. Dan laten we dit maar even rechts noemen. Heel klein beetje maar. Maar ik voel bij jullie, vrienden, ik voel bij jullie de angst. Ja, de angst voor de komst van dat linkse blok, van dat Verenigd Links. Ja, en iedereen roept van, oh, maar dan ga ik verhuizen, dan ga ik het land uit. En dat schreven jullie allemaal. Oh, ik moet er niet aan denken en ik slaap er niet van. En dat is hem, ja. En dan zeggen jullie tegen mij, ja, waarom doe Forum, mag dat niet meer? Ja, Forum, die complottheorieën en zo, daar gaat niemand mee samenwerken. En PVV, ja, die Wilders, dat moet allemaal iets minder extreem. Dat zou beter zijn. Plus dat ik denk dat PVV net niet groot genoeg gaan worden. Want daar gaat het dan om. Nu roepen jullie met z'n allen. Ja, jullie zijn wanhopig gewoon. Zitten jullie te wachten op Omtzigt. Ja, oh, alsjeblieft, Omtzigt. Doe nou mee. Ga nou alsjeblieft meedoen. En heb je die ene peiling gezien? Die krijgt hij 46 zetels. 46 zetels krijgt hij. Heeft hij niet eens ingeschreven? Heeft hij niet eens een naam voor zijn partij? Heeft nog niet eens een partijprogramma? Niks. Helemaal niks. Zuiver op de persoon. 46 zetels. En dat wil alleen maar zeggen, dat komt omdat de mensen denken... dat ze hem kunnen vertrouwen. Meer niet. Zoveel wantrouwen is er nu al tegen de politiek. En nu denken ze alleen maar, ja, die Omtzigt, die kan ik misschien een beetje vertrouwen. Dus daar gaat mijn stem naartoe. Kan je nagaan hoe het zit nu tussen de burgers en de politiek. Maar goed, mijn verhaal blijft staan. We moeten rustig achterover blijven hangen. Ja. We gaan voor een klein stukje rechts uit het midden. Dat is ons doel. Ja, en we moeten gewoon wachten welke partij straks naar boven komt drijven en die het grootste dreigt te gaan worden. Want daar moeten we op gaan stemmen. We moeten strategisch stemmen, vrienden. Het is niet anders. Nee. En jullie zeiden allemaal, ja, hoe kan je nou zeggen dat je op de VVD wil gaan stemmen? Vrienden, dat is in uiterste nood. Als het echt niet anders meer kan. En de VVD dreigt de grootste te worden. Dan zul je wel moeten, want wat wil je dan? Want dat wordt anders wordt. Dan, ja, de groengoeroe en zijn club. En Knulletje Klaver en Adje Dubbel T, die worden dan de grootste. Ja, en dan krijg je premier groengoeroe, zie je het voor je? En ministers, dan krijg je Knulletje Klaver... En Dubbel T. Nou, en dan ga je echt even niet slapen hoor. Nee, dus vrienden, we gaan echt, blijven we doen, strategisch stemmen. Want ook al zou, en als die partij dan de grootste is, hè, waar wij met z'n allen op gestemd hebben, en die zou toch met dat linkse blok mee moeten gaan, dan is dat toch enorm filter. Dan wordt al die maatregelen van zeg maar Knulletje Klaver en Adje Dubbel T, die worden allemaal gedempt. Die krijgen ze er lang niet allemaal doorheen. Dus ja, vrienden, het blijft strategisch stemmen.